Hallo allemaal, mijn naam is Sam de Vette en dit jaar studeer ik af aan de HKU als schrijver en regisseur van de interactieve fictiefilm Wanen. In het kort een verhaal gebaseerd op mijn oudere broer, die 3 jaar geleden zelf in een heftige psychose is gevallen. Toen 3 jaar geleden mijn broer deze psychose kreeg, wisten mijn familie en ik eigenlijk nog best wel weinig over dit onderwerp af. En gingen dus eigenlijk best wel snel zelf al op zoek naar antwoorden die we hoopten te kunnen gaan vinden. Maar wat de media ons eigenlijk vertelde, is dat psychose een gegeven is wat heel snel gekoppeld kan worden aan vormen van agressiviteit. En dat er dus ook best wel een reden is om daar gewoon bang voor te zijn. Hierbovenop kwam eigenlijk de reactie van mijn jongere broertje, die toen de tijd 12 was. En het eerste wat hij daarover vroeg was, moeten wij dan niet uitkijken? Pakt hij dan geen mes erbij en moeten wij dan niet ergens anders wonen? Want is het dan niet een groot probleem ook voor ons, zeg maar? En het feit dat een 12-jarig jochie hier al mee komt, zegt voor mij eigenlijk al genoeg. En geeft ook aan dat er een best wel groot stigma in de media is ontstaan, wat dus deze psychose in een behoorlijk agressief daglicht schetst. Terugkomend in gesprekken met mijn broer kwam ik er eigenlijk achter dat dit voor hem absoluut niet het geval is geweest. En dat hij eigenlijk vooral vreesde voor zowel zijn eigen leven als de levens van de mensen om hem heen. En als er één term dan daadwerkelijk centraal had gesteld kunnen worden, dat angst zou zijn. Met mijn film wil ik de kijker eigenlijk meenemen in de gevoelswereld van iemand die lijdt aan een psychose. In de film worden er 2 perspectieven uitgewerkt, van dus ook de 2 hoofdpersonages van de film. Koen, die lijdt aan een psychose, en zijn vriendin Isa. En in de film zien we eigenlijk dat de 2 precies hetzelfde meemaken, maar hoe zij dat dan meemaken en wat zij er dan voor zichzelf uithalen, dat verschilt enorm. Het verschil in ervaring van de realiteit is dan ook de kern van de interactie. Deze film gaat bestaan uit eigenlijk 2 korte fictiefilms, Koens perspectief en Isa's perspectief, die parallel aan elkaar lopen en waar de kijker zelf in gaat kunnen wisselen. Wij zijn echt onwijs nieuwsgierig hoe deze film gaat uitpakken, hoe de draaidagen gaan verlopen. En we hopen dan ook dat we in juni het eindresultaat met jullie kunnen gaan delen.